Het is eigenlijk een systeem gebaseerd op barcodes en producten die in bakken gestoken worden op twee soorten manieren. Eén manier is het leegvol systeem en het andere systeem is een eenvak systeem. Wat is het leegvol systeem? Het leegvol systeem bestaat uit twee vakken, bijvoorbeeld een grijpvak en een reservevak. Uw grijpvak wordt altijd aangeduid met de barcode die aan het vakje hangt. En met het pijltje op de barcode wordt aangetoond dat het reservevak zich van achter bevindt. Dus voor achter. Wat zien we op de barcode? Op de barcode zien we de omschrijving van het artikel, het aantal dat per vak in het vak moet liggen, de verpakking, de afdeling, het artikelnummer en hoe het artikel eigenlijk gestockeerd wordt. Leegvol, hier staat dus empty full. Ofwel een eenvaksysteem. En dat wordt uitgedrukt als single shelf. Een vertaling van het eenvaksysteem. Wat is nu de bedoeling van ons systeem? Dat is eigenlijk dat de zorg het product neemt dat nodig is. Bijvoorbeeld 10 spuitjes worden uit het vak genomen, waardoor het eerste vak leeg komt. Wat moet de zorg dan doen, heel belangrijk, is het kaartje draaien. Het kaartje wordt met de barcode omgedraaid met de rode kant naar boven. Als jullie kunnen zien op de barcode, de rode kant, daar staat een scannertje op. En dat wil eigenlijk zeggen dat het voorraadbeheer, dat ze dat moeten bestellen. Als de zorg dit artikel nog nodig heeft, mogen ze uiteraard ook nog uit het reservevak nemen, waar er dan ook nog 10 stuks liggen. En op de dag van bestellen komt voorraadbeheer dan binnen, in een lokaal waar de plaatjes grotendeels op rood staan, met de rode kant naar boven staan. Wat moeten zij dan doen? Zij moeten dan eigenlijk de barcode vastnemen, eventjes scannen met de scanner, het plaatje omdraaien, om aan te tonen aan de zorg dat het besteld is. Dit is een rolcontainer in het groen met ons logo op, om aan te tonen aan de zorg dat het artikel besteld is. En dat het binnen een dag, een half of twee dagen geleverd zal worden. Wat moet de zorg, het voorraadbeheer ook nog doen als zij gescand hebben? Is het reservevak eigenlijk naar voren brengen. Zodat het reservevak leeg is en het grijpvak terug vol is. Om zo de FIFO, first in, first out, of de FEFO, de first expired, first out, gerespecteerd wordt. En zodat jullie zo weinig mogelijk kans hebben op vervallen artikelen. Een dag, een half of twee dagen later komt de levering van ons aan. Voorraad komt binnen, voorraadbeheer komt hier binnen met onze producten. Ze halen de producten uit de kar. En wat doen zij uiteraard? Ze vullen het achterste vak aan. Wat moeten zij nog doen als het achterste vak terug is aangevuld? Dat is het plaatje terug omdraaien. Zo. En dan kan het spel eigenlijk gewoon terug van begin af aan beginnen. Naast het leegvol systeem hebben we uiteraard nog het eenvaksysteem, de single shelf. Ik ga hier een voorbeeld geven van de kripwindels bijvoorbeeld. Hier wordt aangeduid op de barcode dat er één doos in één vak zal gestockeerd worden. Zoals jullie kunnen zien, steekt hier ook één doos in het vak. Nu, er zijn twee manieren van werken met een eenvaksysteem. De ene manier is om er een paar uit te halen die je nodig hebt. Maar dit maakt het voor het voorraadbeheer moeilijker, omdat zij dan manueel moeten gaan opvolgen van zitten we ongeveer in de helft van de verpakking of niet. Dus dat is voor hen moeilijker. Wij raden aan aan al onze klanten, dat is eigenlijk om de volledige doos eruit te nemen. En te verdelen over de verpleegkarren. En dan uiteraard, zoals bij het leegvolsysteem, moet bij het eenvaksysteem ook het plaatje gedraaid worden. En dan zal er twee dagen later of de week erna een nieuwe doos geleverd worden die dan in het vak komt.